Hallo allemaal, ik is Bevan Fortuyn en mijn zoontje is hier bij samen, Aaron James Fortuyn. En ons twee het samen Vadersdag gevier en ja, ons het dit verschrikkelijk baie geniet. Denk je dit is belangrijk om zo'n dag te hebben, Bevan? Ik denk dit is baie belangrijk, daar is een moedersdag, daar is een vadersdag. Vadersdag en jeugdag vallen op elkaar, so dat sê, dis ook om mansmense nooit sal opgroei nie. So ja, ek sal nooit opgroei nie, want ek moet nog met hierdie mannetjie speel, ek moet nog op sy na sy ouderdom vlak toe daal, maar ja, dis lekker om Vadersdag samen met jou kind te spandeer. Ek sien nou een rugbybal vast, lyk my is lief vir rugby. Ja, hy is verschrikkelijk mal oor rugby. Eugene, hy het, dis net een nie, hy het amper, as ek mooi kan tel, amper 25 balle. Rugby balle, ek weet nie wat hy daarmee maak nie, as ons rondry met die motor, kan sy altyd 4 by. Hierdie rugbybal wat hy nou het is so mooi, hy het hom net vandag nou saamgebring, maar hy speel eindelijk met die gladste en die lelikste balle, nou daarvan, so ek weet nie hoe kom hy so baie balle wil hy nie, hopelik kan ons een dag ook langs een veld en omsien rugby speel, maar ja, hy hou verskrikkelijk van rugbyballe. Jy sal nie ook gees even die sprong ook uitdraf nie? Ja, Eugene, dit sal gaaf wees, maar ja, hy moet maar sy loopbaan volg en kyk waar hy kan uitkom en ja, ek sal nie druk op hom sit om daar een dag dat hy moet doen en hy moet doen en hy moet doen nie. Ek wil nie een van die paas wees nie, so ja, hy moet maar nog eers rugby geniet en ja, maar vir nou is het maar eers, as die skoolwerkie goed is, die vat ons die rugby weg, so dit kom eerste.